Ernstig ongeval bij knooppunt Valburg. Een vrachtwagen kantelt en de chauffeur raakt bekneld. En verder in het nieuws vandaag. Kinderen fietsen van boerderij naar boerderij voor leuke activiteiten. En Kiki kreeg tijdens zijn concert de mondharmonica van Bruce Springsteen. Bij knooppunt Valburg heeft dinsdagochtend een ernstig ongeval plaatsgevonden met een vrachtwagen. Hulpverleners moesten de chauffeur uit zijn wagen bevrijden. Rond 10:30 vond het ongeval plaats in de lus van de A50 vanuit Arnhem naar de A15 richting Bemmel. De vrachtwagen botste tegen de vangrail en kwam op zijn zijkant tot stilstand. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door hulpverleners uit zijn benarde positie bevrijd. Ook een traumahelikopter landde in de berm langs de snelweg om medische assistentie te verlenen. De trailer van de vrachtwagen ligt vol met een onbekende stof in IBC-vaten. Rijkswaterstaat meldde dat weggebruikers er rekening mee moesten houden dat de lus pas na het avondspits weer open zou zijn. Hij ziet er net zo uit als andere auto's van de hulpverleningsdiensten, maar is groen van kleur. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft sinds maandag een eigen auto waarmee crisisfunctionarissen kunnen uitrukken bij grote incidenten. Later dit jaar komen er ook nog een auto en een multidisciplinaire commando-unit in de kleur groen bij. Tot nu toe reden de crisisfunctionarissen in rode auto's van de brandweer. Maar er was behoefte aan een eigen kleur en eigen identiteit. Op alle auto's zit een zwaailicht en een sirene die gebruikt mogen worden als dat nodig is. Tot slot komt er eind dit jaar ook nog een multidisciplinaire commando-unit bij, in het groen. En dat is een kantoor op wielen waarin vergaderd kan worden. Daniel Wigboldus stopt vanaf januari volgend jaar als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. Hij maakt zijn tweede termijn, die officieel duurt tot mei 2025, niet vol. Wigboldus zegt zijn besluit te nemen in het belang van de universiteit. Het college van bestuur staat het komende jaar voor belangrijke keuzes die voor de lange termijn richtinggevend zullen zijn. In het belang van de universiteit wil Wigboldus daarom enkele maanden voor het einde van zijn benoemingstermijn ruimte maken voor een nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht heeft Wigboldus alvast bedankt voor zijn bijdrage aan de Radboud Universiteit, de Nijmeegse samenleving en de internationale wetenschappelijke gemeenschap. De toezichthouder start binnenkort een sollicitatieprocedure om een opvolger te vinden voor de aftredende voorzitter. De burger dichter bij de boer brengen. Dat is het doel van Stichting Boerbewust tijdens de Kids Tour de Boer. Vandaag zijn er 6 boerderijen in Horssen in het teken van deze activiteiten. Kinderen fietsen langs de verschillende boerderijen voor leuke activiteiten en lekkere hapjes. Zeugenbedrijf Kampschoer is sinds kort ook een van de deelnemende boerderijen van Stichting Boerbewust. En om dat te vieren wordt vandaag het bord van Stichting Boerbewust onthuld. Nou ja, eigenlijk wel heel erg leuk om te zien. Dat bord dat wordt bij de boerenbedrijven geplaatst. Dat kunnen veeteeltbedrijven zijn, dat kan ook landbouwbedrijven zijn. En dan kunnen we eigenlijk de resten, maar ook alle omwonenden en inwoners van de gemeentes kunnen zien wat er daadwerkelijk binnen de stalmuren of op het land plaatsvindt. En ook boer Theo vindt het belangrijk dat mensen weten waar de boerderijproducten vandaan komen. Dat ze kunnen zien waar het vlees geproduceerd wordt, de dieren, de melk. De melk dus niet uit de pak uit de fabriek komt, maar van een koe afkomt. De eieren van de kippen, de aardappelen uit de grond. Ja, dat ze een beter idee hebben hoe het reilt en zeilt. Vandaag kunnen de gezinnen bij verschillende boeren langs om een kijkje te nemen. Het is dat je rond kan fietsen en naar allerlei boerderijen rondgaat. En bij de ene kan je sminken, andere eten, andere drinken en koeën knuffelen. Langs de koetjes, je kan varkentjes aaien, je hebt een springkussen hier en het is verder rest heel leuk. Ezels aaien, poffertjes eten, limonade drinken en biggetjes aaien en andere dieren aanraken en voelen en dat soort dingen. En wat vind je het leukste? De biggetjes aaien, poffertjes eten, springkussen, opening van het bord? De opening van het bord. Hey, hoe voelt het nou om die biggetjes lekker te aaien? Fijn. Beetje
kaal en zacht. Coördinator van Stichting Boerbewust hoopt met het organiseren van dit soort dagen dat boeren in een positiever daglicht komen. Nou, sowieso is er natuurlijk in de media hoor je heel veel negativiteit over de boeren. En niet altijd uiteraard terecht. En onze boeren die willen gewoon laten zien hoe het echt op de boerderij eraan toe gaat. Hoe zij met de dieren omgaan, hoe ze met duurzaamheid omgaan, een stukje innovatie. En dat zij echt heel veel doen voor de maatschappij eigenlijk ook. En voor het milieu, natuur. En dat is wel heel erg mooi dat dat zo samenkomt. Het Concert van de Bos in het Goffertpark in Nijmegen is alweer een tijdje achter de rug. Maar de verhalen van de fans over hun ontmoetingen met de superstar blijven binnenkomen. Zo was het voor Kiki Jab uit Nijmegen ook een avond om nooit te vergeten. Zij kreeg tijdens het concert van Bruce Springsteen namelijk zijn mondharmonica. Ja, echt ongelooflijk blij. Ik kan wel zeggen dat dat het meest magische moment uit mijn leven is geweest dat ik die heb gekregen. Hij geeft hem niet klakkeloos weg, dus hij kijkt je echt nog een tijdje aan, heeft nog vastgehouden en heeft er zo op die manier wel een heel bijzonder moment voor me van gemaakt. Kiki en haar moeder raken er niet over uitgepraat. Deze foto is het bewijs. De echte mondharmonica van Springsteen ligt veilig opgeborgen op haar kamer in Amsterdam. Kiki verleidde de Bos tot de gift met dit zelfgemaakte plakkaat. Ik had zeg maar in het begin het bord al een aantal keer omhoog gehouden. Maar ik dacht niet dat hij het bord zeg maar had gezien. Op de schouders van mijn vriend gaan zitten. We hebben toen ook oogcontact met elkaar gehad. En ik weet zeker dat hij toen mijn bord heeft gezien. Vervolgens tijdens het liedje Thunder Road, wat echt al 10 jaar mijn lievelingsnummer is. Maar die ook met een prachtige mondharmonica intro begint. Ik was zeg maar al in tranen van het nummer. Zelf, vanwege hoeveel het met me doet. Vervolgens gaf hij de mondharmonica en ik kon ook niet zoveel meer zeggen. Ik heb nog wel thank you of zoiets gezegd. Ik stond een beetje verstijfd erbij volgens mij. Ja, een mondharmonica, wat ga je ermee doen eigenlijk? Nou, sowieso bewaren. Ik heb nog de vraag gekregen van mensen of ik hem nog ging verkopen of zoiets, maar echt voor geen goud. Dus ik moet nog even een mooi vitrinekastje scoren waar die in kan. Als in wat mensen ook met een honkbal of zo doen als ze die vangen. In zoiets mooi opbergen en als een reliquie bewaren. Zoals inmiddels bekend kan het vanavond even flink spoken. Maar wanneer de buien zijn weggetrokken, krijgen we met een broeierige nacht te maken. Het is vrij vochtig en het wordt niet koeler dan zo'n 18 graden. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk rustiger uit. In de ochtend is er nog kans op een enkel buitje. En 's middags is een klap onweer niet uitgesloten. Toch is in grote lijnen een droge dag met een mix van zon en wolken. De halve finale van het EK is dan ook prima buiten te bekijken. De dagen erna schommelt de temperatuur iets. Donderdag is nog een vriendelijke zomerdag bij zo'n 24 graden. En daarna zakt het kwik wat terug naar waarde rond de 20. En vanaf zondag gaat de temperatuur weer iets terug omhoog. Het blijft dan ook spannend wat voor een weerbeeld de wandelaars van de Vierdaagse volgende week zullen krijgen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 9 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dus graag tot dan.